Dit is Benny. En met zijn zelfgemaakte tekeningen gaat hij langs de deur in de buurt om ze te verkopen. Hey, hallo. Hoi. Wat heb jij daar? Tekeningen. Tekeningen? Mag ik ze zien? Ja. Ja? Kom je die laten zien aan mij? Nee. Wat dan? Kopen. Want ik wil graag geld inzamelen voor het groene schoolplein. Want dat schoolplein van basisschool De Klimboom in Eindhoven, dat is maar saai. En de kinderen kunnen er ook niet echt veilig spelen. Elke pauze dan hebben we zoveel gewonden. En ja, het is gewoon veel te grijs en te betonnerig. En dan willen we een groen dat kinderen lekker kunnen spelen en het rennen en zo. Dus dat zal ook wel, denk ik, een stukje voetbal moet blijven natuurlijk. Hè, want als we dat afschaffen, dan krijgen we ruzie met de kinderen. Dus dat... Het moet gewoon een stuk groener. Dit is een hond, dit is een dino, dit is een regenboog. En een riem. Nou, ik vind die hond wel heel mooi. Mag ik die? Ja. Ja, dan ga ik even... Wacht even, hou vast. Dan ga ik even centjes pakken. Nou. Mag ze ook wel al drie? Mag ze ook wel alle drie? Dan ben je meteen uitverkocht, hè? Ja, een goede onderhandelaar, dat is die Benny wel. Want met zijn tekeningen heeft hij inmiddels al 200 euro opgehaald. Hier, kijk eens. 1,50 euro. Daar kun Dank je wel wat plantjes verkopen, hè? Ja. Mag ik dan de hond? Ja. Ja? Even kijken dat hij... Nee, echt mijn hond. Nou, hij is prachtig. Dank je wel, hè? Hij heeft wel modderpoten. Hij heeft modderpoten, maar dat vind ik juist wel grappig. Dat hoort ook bij een groen schoolplein, toch? Een beetje modder en zand. Ja. Ja, dat is juist wel leuk, hè? Zo, die is weer binnen. Maar wat gaat er nu mee gebeuren? Ook daar heeft de jonge actievoerder al een idee over. Hier allemaal gas. En bij daar de rotonde zo. Even in het midden zo, dan rond je ook gas. Zo helemaal heg. Dat niemand over die rotonde zo helemaal rijdt. Natuurlijk is ook de school blij met het geld dat binnengehaald wordt. In totaal is er zo'n 70.000 euro nodig. Provincie en gemeente dragen ook flink bij. Maar dan zijn er nog steeds duizenden euro's nodig. Dus iedere bijdrage en ieder initiatief is welkom. Hartstikke leuk van een kind. Spontane actie van een kind. En zo zijn er meer kinderen die flessen ophalen. En van alles doen om, al is het maar een paar euro, om wat geld binnen te halen. Maar Benny's creativiteit ligt toch echt bij het tekenen. Want dat vindt hij gewoon ontzettend leuk. Dan kan ik ook... allemaal dingetjes maken, huizen en zo. Dat je zelf iets kan bedenken. Sommige vind ik kleurplaten leuker. Benny dus niet. Hij gaat gewoon lekker door met tekenen, hier aan de keukentafel.